Kijk naar de Justice House of Prayer. Een huis van gebed in Den Haag voor recht. Dus wij hebben een enorme passie. Iedereen die hierbij betrokken is, heeft een passie voor recht, voor rechtvaardigheid. Alles wat krom is, daar hebben wij een hekel aan. Ook omdat we hebben gemerkt dat God onrecht en kromme dingen haat. Dus wij proberen met God mee te bewegen om de dingen die krom zijn, die ga ik nu niet allemaal noemen, die zijn te veel helaas op deze aarde, dingen nog krom. Maar dat proberen we in mee te bidden. Maar ook in samenwerking dus met Kamerleden, dingen waar zij voor strijden in de Tweede Kamer, daar bidden wij in mee. Week. En de gekke droom is dus dat er uiteindelijk hier, dat kan ook al volgend jaar zijn, dat er 168 uur in de week, dus dag en nacht, zonder te stoppen, aanbidding en gebed zal zijn. En we zien nu al heel pril hoe dat eruit ziet door die 29 uur te bekijken, omdat het ook al heel veelkleurig is met Indonesische groepen, Portugees sprekende, Spaans sprekende, Duits, Engels natuurlijk, Nederlands, Afrikaanse groepen. En die hebben allemaal het verlangen dat God dag en nacht onophoudelijk wordt aanbeden en gebeden. En hoe mooi als je dat mag doen in de regeringsstad. Het hart gewoon van Nederland, waar dingen worden besloten voor ons land. En wat mij betreft mag het uitgroeien tot een plek waar het niet meer stopt. En dat is in eerste plaats omdat God dat helemaal waard is. En in de tweede plaats, als we het hebben over voorbeden, dan is het ook nodig. Want heel veel dingen nog recht gezet.